Hoe oud is ze? Bijna 2. Een hele dame, hè? Ja, zeker. En een lekker broodje van de zak. Maar zwaaien. Hoi. Ik kwam toen een filmpje maken, toen je eigenlijk net vertrok uit de Kortegeren. Ja, daar gingen we weg, ja. Ja, en nu zitten jullie in Douwendaal, het winkelcentrum. Hoe bevalt het? Ja, eigenlijk heel erg goed. Ja? Maar natuurlijk niet echt een verwachting ervan. We wisten niet precies wat we konden verwachten. Maar het valt echt alles mee. De winkel is eigenlijk drukker dan dat hij in de stad was. En de bezorging blijft ook lekker groeien. Dus ja, wij zijn heel erg tevreden. En het is leuk. Het is heel anders. Zoals je ziet dat er hier minder mensen langskomen. Nou ja, we al veel meer de winkel ingaan om iets te kopen. Dus we zien dat die omzet in de winkel zelf wat hoger is dan dat het was in de stad. En dat is een blijde verrassing. Dat is een mooie mening. Ja, en ik zie ook, het is ook een stuk ruimer natuurlijk dan het was een klein zaakje de Kortegeren. Assortiment en je aanbod aangepast of is het nog wel ongeveer hetzelfde? Het is ongeveer hetzelfde. We hebben wel iets uitgebreid. Dus er is iets meer vulling in de winkel zelf. Iets meer ruimte in de winkel zelf. Maar in principe doen we in grote lijn nog steeds wat we daar ook al deden. Dus voor een lekker broodje, salade, soep. Maar ook wat streekproducten kan je hier terecht. En je kan alles afhalen en we bezorgen. Eigenlijk ook heel wel. Ja. Ja, en over Walcheren gesproken. Jij bent sowieso, want je doet natuurlijk meer dan alleen dit, jullie twee. Ja, met Brasserie de Olme. Zijn ze wel even wat eten? Brasserie de Olme doen we al 6 jaar natuurlijk, of nu voor het 6e jaar. En nog een nieuwtje, dan in november gaan we starten met de Lindenboom. Ook in Seroskerk. In Seroskerk, ja. Ja, dat vind ik wel verrassend. Ja, dat vinden meer mensen als ze het horen. Het is natuurlijk ook in deze tijd misschien niet helemaal gebruikelijk om wat erbij te beginnen of om wat te groeien. Maar ik denk dat dit soort tijden ook kansen bieden. Kansen bieden. Ja, ja. En als die dan zich voordoen, dan ben ik wel iemand die daar wel... Maar je hebt maar 2 handen, dus waar ga jij je dan vooral op richten? Waar ligt de nadruk bij jouzelf? Bij mijzelf ligt de nadruk echt op het coachen en het sturen van het grote geheel. We hebben op elke locatie eigenlijk een aantal goede leidinggevenden die heel goed de inhoud van hun eigen vak kunnen. En wij zetten samen met Adina eigenlijk de einddoelen neer. En we waken dat en we zorgen dat we echt een spanningspartner zijn voor de mensen op locatie. En we vullen de gaten die ontstaan. Dus we werken eigenlijk ook overal mee. Alleen natuurlijk wel gedoseerd. Anders is het niet vol te houden. Maar we hebben gekozen voor een opzet met kwalitatief goed personeel. En met een duidelijk doel, een duidelijk opzet hoe de zaken eruit moeten zien. En we proberen de werkwijzes en alles eigenlijk heel helder te krijgen. Zodat het voor ons in de organisatie allemaal goed controleerbaar is. Om het ook goed in de hand te kunnen houden. Maar daarnaast ook binnen het bedrijf, iedereen zijn verantwoordelijkheid heeft. Dat hebben wij als eigenaar, maar we hebben ook de leidinggevende op locaties, zoals bijvoorbeeld Marcel en Oksana hier. Ja, die doen het hier. En dat zijn ook mensen die kun je gewoon alleen laten, hè? Die kunnen we echt alleen laten. Stond jij ook in de binnenstad al? Ja. Ja? Ja. Ja. Zeker. Ja. Oh, sorry hoor. Je kijkt een beetje terug. Nee, maar daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Dat ze Marcel en Oksana hier de zaak gewoon de dagelijkse gang van zaken doen zijn. Precies. En Davina werkt er nog wat meer mee en die bezorgt wat meer. En op de achtergrond bij de wat grotere dingen help ik dan ook. Maar eigenlijk is het heel zelfstandig. Ja, en je hebt natuurlijk ook nog ook een beetje voor je kind zorgen natuurlijk. Dat hoort ook nog bij. Ja, Die zal. Staat in de rij bij Facebook. Ja, dat is wel heel leuk. Ja, en over het winkelcentrum gesproken, dat las ik vorige week, wordt ook aangepakt. Na al die jaren gaan ze toch vernieuwen. Er gaat al wat gebeuren. Ja, dus dat is positief. Heel fijn is, ja. Ja, het is ook wat toe als je aan de buitenkant ziet en aan de binnenkant. Mag wel iets vernieuwd worden. Nou, dat vind ik ook. Ik vind het allemaal heel positief. Dus jullie hebben niks te mopperen, zijn gewoon blij. Toch? Wij zijn blij, we zijn gelukkig, privé en zakelijk. Nou, goed om te horen.